onderwerp is een beetje naar de achtergrond verdwenen, maar het coronamonster ligt nog altijd op de loer, zeker nu we richting de winter gaan. Moeten we bang zijn voor een nieuwe golf? En waarom is er eigenlijk zo weinig animo voor die eerste herhaalprik? Ik ga dat vragen aan de bekendste viroloog van Vlaanderen. Een soort Jaap van Dissel, maar dan zonder baard en met humor. Laat je vast horen voor Mark van Ranst! Goed. Leuk dat je er bent. Dank je, vrienden. Hoe gaat het met je? Prima, eigenlijk. Wat minder druk dan de voorbije jaren. Dat is maar goed ook. Kan me voorstellen. Mag ik je en Mark zeggen? Absoluut, ja. Oké, dan doe ik dat. Hou ons misschien niet meteen, of niet eens langer in spanning. Hoe zit het eigenlijk met corona? Hoe gaat het corona-wise? Corona-wise. Ja. Ik ga eerlijk zijn, rampzalig. Oh, echt? Is het niet. Oh. Had je dus me toch even? Ja, okay. Ja. Nee, ik denk dat we een rustiger seizoen zullen tegemoet gaan, winterseizoen, dan de voorbije 2 jaar. Ja. We hebben ook alles al eens gezien. Alle maatregelen, er zal waarschijnlijk wel een volgende golf komen, maar ja, wie blijft ze tellen? Ja. Dus dat gaat er wel zijn, maar door vaccinaties, door doorgemaakte infecties, moeten we toch een stuk minder immunologisch dan naïef zijn. Ja. En want er is een herhaalprik, die komt eraan. Ja. Die in Nederland zijn we begonnen een paar dagen geleden. Ik weet niet of jij dat... België ook, ja. Ja, er is niet zoveel animo voor. Het animo daar is eigenlijk in België er wel. Oké. Okay. Misschien een van de verschillen is dat in België vaccineren we in gemeentelijke vaccinatiecentra. Ja. Met een heleboel vrijwilligers. En die vrijwilligers zijn natuurlijk ook allemaal de ambassadeurs van die vaccinatiecampagne. Oh. Dus dat loopt dan wel wat vlotter. Ja. Want die gaan ook, die nemen al hun vrienden en familie mee. Ja, niet elke keer. Nee. Niet elke keer, maar... Het lijkt wel alsof er tegenwoordig Nederland en België bij elkaar opgeteld 29 miljoen virologen zijn. Terwijl jij bent degene die dat echt bent. Ik vraag me altijd af, hoe moet dat voor jou zijn als je rondloopt in een wereld waarbij iedereen denkt jouw werk te kunnen doen? Wel, je kan het vergelijken, denk ik, met een wereld waar alle Nederlanders en Belgen komieken zouden zijn. Ja. Ja? Nou, dat denken ze ook komieken, wel, hoor. Talkshow hosts en allemaal, en ze kennen het allemaal beter. Mm-hmm. Dus eigenlijk ken ik het heel goed, dus dit gevoel. Ja. Ja. Dus dat is bijzonder bevreemdend. Ja, want ik heb mijn examenvragen aangepast. Die zijn moeilijker geworden. Ja. Want ja, ik kan naar de bakker gaan croissants bestellen en met de mevrouw naast mij babbelen over het SARS-coronavirus type 2, Omicron subtype B5. En die gaat me vragen van, hoe is het nog met B5? Dat had je nooit voor mogelijk gehouden. Nee. Nee. En jij bent op Twitter ook heel erg grappig. Althans, daar heb je een grote aanhang. Ook omdat je niet bang bent om je mening te delen. We hebben een paar tweets meegenomen. Misschien kunnen we er een paar bekijken. Oh ja, iemand vraagt dan, is het vaccin in uw ogen dan 100% veilig? Waarop je zegt, nee, dat moet wel echt in uw bovenarm. Ja, dat is... Ja, dat klopt toch? Ja, dat klopt. Is 100% waar. Net de afspraak met de cardioloog afgezegd vanwege de vereisten van een muilkorf. En dan zeg je, dat lijkt me toch niet zo'n slimme beslissing, Peter. Maar ja, toch liever een infarct dan een half uurtje mondmasker dragen, hè? Dat is... Je begrijpt het volledig, ja. Ja. Oh, dit is een tweet van Ongehoord TV. Die hebben dan een aantal types uitgenodigd die daarover gaan praten. Een immunoloog en een onderzoeker. En dan zeg jij, dit is op titel van Mark, dat zeg ik er even bij, dit zeg ik niet. Je voelt de neuronen gewoon in apoptose gaan bij het bekijken van dit diep treurig schouwspel. Er zit meer intelligentie in een afgesleten stoepbrand dan in Ongehoord Nederland. Ja. Dat heeft me heel wat last opgeleverd met de afgesleten stoepranden. Ja. Die... Hebben ze je weten te vinden? Ja. Ja, absoluut. Ja. Ja. Maar waarom... ik vind het leuk dat mensen dan gaan opzoeken apoptose. Apoptose, wat is apoptose? Ja. Ja. Het is gewoon celdood. Cellen die doodgaan. Ja. Maar dat vind je dus echt leuk. Stiekem wel. Ja. Want je krijgt heel heftige reacties. We weten allemaal nog, je bent bedreigd geweest. Je hebt ondergedoken gezeten een tijdje. Ja. Waarom ga je dan toch nog zo hard in en mee door? Wat is het alternatief? Het alternatief is u bedreigd voelen en dan helemaal van de wereld verdwijnen en ergens... Nee. Want dan winnen diegenen die je bedreigen. En dat lijkt me ook wel een heel akelig idee. Ja. Ja. De liefde voor de wetenschap zat er ook al best wel vroeg in. We hebben een hele leuke foto ook van jou gekregen. Dit is... Oh, hier was je SARS-CoV-0 aan het creëren. In een lab in Wuhan, denk ik. Ik weet niet.
je bent dus echt... Hey, dit, ja, dat gebeurt niet vaak toch dat mensen echt al op deze leeftijd... heel gepassioneerd over iets waren en dat ook zijn geworden. Ja, dat was mijn eerste laboratorium in de kelder bij mijn ouders thuis. Enfin, kelder, dat gaf op de tuin uit, maar dat was op min 1. Ja. En ik had er mijn eigen labootje. Ik had toen heel wat spullen afgeluisterd van apothekers. Die waren toen net aan het stoppen met zelf dingen te maken. En die hadden een heleboel glaswerk. Dat ging dus allemaal om. Ik kreeg dat ook. Ja. Ik kreeg ook heel wat producten. Dat zou nu tegen ongelooflijk veel wetten zijn. Dat een... Ja, als jongetje kreeg allemaal afgedankte producten van de apothekers. Dat zou nu niet meer lukken. Noem eens iets wat je in huis had wat echt niet kan. Alle mogelijke giffen. Toen vond men dat wel aardig. En nu pas op, er zijn ook geen grote accidenten mee gebeurd. Nee. Maar ik heb me echt sindsdien, ook echt, en dat ben ik echt, geen moment verveeld. Wow. Die proefbuizen, microscoop. Was vroeger een speelgoed wat meer verkocht werd dan nu. Ja. Dit is een van de dingen die waar ik echt heel veel spijt van zou gehad hebben. Moest ik dat niet leren kennen hebben. Ja. Wat leuk. Nou, dit is ook een bewijs dat je er meer van weet dan al die 29 miljoen virologen. Je was er toen al mee bezig. Komen we ooit te weten waar het virus vandaan is gekomen? Of ben jij al vrij zeker van een oorzaak? De meest waarschijnlijke oorzaak is gewoon de natuur. Dat is de grootste bioterrorist die er is. Mm-hmm. Er zijn heel wat dieren met heel wat virussen. Die hebben heel wat tijd om dat door te geven aan elkaar. En af en toe dan komt de mens daarmee in aanraking. Dus dat is een verklaring die perfect genoeg is. Is het mogelijk dat ergens uit een labo wat daar proeven mee aan het doen was, toch op een of andere manier ontsnapt is? Dat is mogelijk. En eigenlijk, stel dat we het nu weten. Ja. Ja, stel dat we weten, China of gelijk welk ander land, die hebben dat gemaakt. Ja, dan kan je die wel de schuld geven. Maar dat had voor het beleid van de pandemie geen sikkepit veranderd. Nee. Totaal niet. Nee. Maar mensen hebben toch de neiging om te willen geloven dat iets met opzet is gebeurd, omdat al dit leed ze door toeval is overkomen. Dat is makkelijker om dat te geloven, want dan kan je iemand de schuld geven. Dan kan je met de vinger wijzen. Ja. En dat doen we graag, maar dat helpt echt niet. Nee. Nou, bedankt voor je heldere uitleg. Ik zou zeggen, blijf gezond. Dan ga ik ook mijn best doen om dat te doen. Mag ik een heel groot applaus voor Mark van Rand. En jullie heel erg bedankt voor het komen. Jullie bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Hoi. Gefeliciteerd! Je bent de eerste persoon die helemaal tot het einde kijkt. Wat? Ja. Als beloning kun je als allereerste een extra video vinden op NPO Start.